Vandaag zijn we in de theaterzaal van Holland's Got Talent voor een nieuwe serie op mijn kanaal. Wij gaan namelijk jullie bizarre opdrachten uitvoeren op de meest gekke locaties. Dus het is heel belangrijk dat je in de comments eventjes gekke opdrachten achterlaat. En vergeet niet, wij zijn extreme sporters, dus laten we het een beetje sportgerelateerd houden. Vandaag zijn we dus in het theater van Holland's Got Talent en omdat wij nog geen opdrachten hebben, bedenken we ze zelf. Dat was een dom idee. Je ziet het dan in de video. Daar zijn we! Ik ben hier met alle vrienden! Weet je wat te doen? Blijf staan, ik kom naar beneden! Wat heeft hij toch goede ideeën, die jongen, hè? Ja, ik was naar boven, ik dacht ik begin de video met... Vandaag ben ik met mijn vrienden, maar... Het ziet er echt heel zielig uit als ik dan daar zit. Wij zijn in het theater van Holland's Got Talent en gaan jullie opdrachten uitvoeren. Of nou ja, vandaag voer ik niet jullie opdrachten uit, maar de opdrachten die ik met mijn vrienden hier heb bedacht, want... Ik heb nog geen opdrachten! Normaal gesproken zit hier dus... Wacht, hier zit dus... Hier zit dus Dan Carity, hè? Is dat niet daar? Nee, dat is de regie. Hallo, ik ben Melchior in Den Bosch in Zwolle. Dat is waar ik ben. Ik denk dat het bij echt een show voor jou ook zo gaat. Het zou echt pijnlijk zijn. Eerlijk, als dat zou gebeuren, ik zou echt huilend van het podium afgaan. Ja, gewoon niet het podium op. Brood. Dat zou ik wel doen. Eerlijk, ik zou het podium opgaan. Ik zou een zieke act neerzetten. Improv, ja. Of top of my head. Hoeveel likes? En dan doe jij mee met zo'n programma. Ja. Voor een video. 1. Nee. Oké. Ik ben een YouTuber. Maar ik moet likes hebben op een 1000 video. 1000 likes. Nee, dat is toch weinig? 6000. Gast, 1000 mensen. Weet je, dit is die past niet eens in de tas. 6000 likes. Improvisatie comedy show doe hier bij Holland's Got Talent. Ja, is goed. Deal. Hey, popping like I'm post to. Watch out for the people that I'm close to. Speak a little something you can toast to. Hey Timo. Heb jij vroeger wel eens Holland's Got Talent gekeken? Ik heb zelfs afgetrokken op het podium. Met? Zou jij ooit wel eens willen meedoen aan Holland's Got Talent? Ja, maar daar heb je echt talent voor nodig. En dat hebben we zeg maar allemaal niet. Ook jij niet, straks. Timo, zullen we proberen of ik een kip nugget stukje echt van heel groot als in je mond kan gooien? Ja, dat is vet. Popping like I'm post. Oh! Oké, ik stoot hem over tegen die tv. We stoppen. Niet met eten spelen. We gaan naar de theaterzaal. En daar gaan we beginnen met de eerste opdrachten. Speak a little something that you're into. I ain't trying to hear about what you've been through. Like, hold up, hold up. Yes! Messi! Oh. You are the cameraman. Wow. Yes. You cannot voetbal. Alright. Welkom in het theater. Hoi. Wij gaan een bottleflip doen, maar we moeten de ziekste bottleflip ooit doen. We hebben hier heel veel lagen, dus we gaan vanaf heel laag naar heel hoog, vanaf heel hoog naar heel laag. Ik word helemaal afgeleid. Zo, je schokt me wel een beetje. Als het goed is, is hier ergens een flesje? Is hier een flesje? Timo, ben je er al? Yes. Oh. Oh. En nu staat het flesje hier. Dat had vet geweest, hè? Oh, ik denk dat ik een verdieping te hoog ben. Als het nu hier als flesje staat, zou het vet zijn. Maar is dat zo? Nee. Oh, ja. Nee. Ik denk niet dat dit stukje lukt. Ik denk wel dat het andersom lukt. Ja, dit is hem. Dit is hem. Oh! Ja, komt ie. Dit is hem. Ja, ja, maar kijk. Je hebt hem wel. Je gooide hem recht op tegen zijn voet aan. Telt! Ja, die telt. Telt, oké. Hey, nice. En we doen dus niet het hele plan dat ik ook ga, want dat duurt te lang. We moeten nog 5 mensen hun opdracht doen. Doei. Ja, maar voor de video duurt het misschien maar een paar seconden. Ja, maar dat maakt niet uit. Weet je, ik moet ook plezier hebben wat ik doe. Kandidaat nummer 2. Yes. De Holland's Got Talent, hè, is hier opgenomen. Oh ja. Wie wil mijn billen zien? De opdracht is om zo snel mogelijk over alle stoelen heen te gaan. Naar de overkant. Ja. En de verliezer? Die is een sukkel. Oké. 3, 2, 1, start! We gaan wel heel gelijk op, jongens. Leuning. Ja. Doorstappen, Lars. Als niemand op zijn bek gaat, is het geen goede. Ja! Ja, ja! Hey! Yeah! Timo, eigen challenge verloren. Jij bent een sukkel en ik niet. Was dat moeilijker dan gedacht? Ja. Ik ben de hele dag dit al aan het proberen en ik ga het op mijn bek. En nu lukt het. Melchior, voordat je het laat zien, wat is je challenge? Oh, kut, ik zeg het weer. Opdracht. Wat is je opdracht?
Wat is het verschil? Ja, dat is dus, ik weet niet. Ik vind de challenge zo hangt. Laat dit nou even staan. Je moet je vertellen wat je gaat doen. Ja. Oké, hoi. Ik ga een flip doen over deze car. Nee, hoe noemde je dit net? Oh, stage prop. Oh. Een prop. Jongens, we pakken een stage prop. Dat is dit. Dit is een car. Ja, dit is dus, normaal doen ze hier dus schoonmaak acts mee. Ik weet eigenlijk niet. Hier stoppen ze mensen in. Voor goocheltruc. Kijk, oh, let ja. op. Oh ja, moet je opletten. Oké. Okay. Dus doen anders even nu een goocheltruc. Ja. Ja. Magic Melchior. Magic Melchior en his assistant, Larselina. We're gonna make my assistant disappear. Disappear. Lars, can you get in the box? Yes, of course, my man. Alright. Ik doe het hier wel. Wacht even, ik had de muziek er nog niet onder. Ik zie het er minder uit zo'n vogel. Oh ja, een vogelshow. Nee, tovershow. Put your head all the way inside. Yes. Alright. Het gaat dus in dit soort tovershows ook om het camera angle, hè? Ja, je moet dus nu een beetje naar achteren. Een beetje achterlaag. Lars, disappear. Oké. Now I'm gonna push it up to the other side. Let's go! Woo! Oké. Wait, kom. Alright, you want to look inside now? It is all empty. You see? Nothing inside. Oké. Ziek goede goocheltruc, hè? Kan je dat een beetje editen dat het echt lijkt? Een salto over de stage prop. Ja. Goed. Misschien is het leuk als hij aankomt rollen. Ja, dat dacht ik ook. We waren net dus het idee om hele vette slow-mo shots te maken. Dat is niet gelukt. Doe jij het even dan? Het is jouw challenge, you go first. Ik moet hem eerst doen, maar dan moet jij hem ook doen. Ja. Ah, dat is best makkelijk. Dat is best goed te doen, hè? Ja, nu jij. Yes. Dit wil ik zien. Hop. Keurig. Kijk, zo doe je dat. Kamer salto's. Hey. Goed gedaan. Dank je. Denk ook thanks voor het mooie schoonmaakwerk, hè? Ja, uitstekend werk. Mees van Dam heeft nog een opdracht en ik zelf. Wat de challenge gaat worden, we gaan zo meteen helemaal daarboven beginnen. Lars en ik gaan allebei een andere kant op rennen. En moeten hier eindigen met een flip op het podium. Welke flip gaan we doen? Kork. Kork. Nou, easy. Wij gaan even omhoog en dan beginnen we dan met de challenge. Okay, ready? 3, 2, 1. Ik ga een hele andere weg dan Lars. Maar dat maakt niet zo even. Kut, ik heb de verkeerde deur. Wil je bij elke trap doen? Zeker! Het is fucking lachen. Stop nu. Denk nog recht eerder. De Lars die kwam bij dat balkonnetje kwam hij uit. Hey! Hey Kork! Oh! Niet geland, maar wel gedaan. Wat we gaan doen is, ik ga weer volgens mij ben ik aan het opnemen. Wat we gaan doen is, ik ga weer terug. Ik ga weer high worden. Snap je? Want ik ga omhoog. Fucking grappig, hè? En ik ga dus een bal van daar naar beneden gooien en iemand hier moet hem vangen. Doe het perfect. Komt ie, Mees? Nou, dat was in één keer. Nee, wat? Die bak dan. Ja, dat is beter. Oké, first try, jongens. Ja. Oh. Ja. Dat was niet first try, maar wel heel fast shot. Holy fuck, sick hè? Ik dacht dat er een speaker vastliep.